Een zeer bijzondere vlucht kwam 12 juli aan op Schiphol. Een toestel uit Israël bracht 135 ernstig zieke kinderen naar Nederland. De stichting Zichron Menachem verzorgt voor de kinderen een week vakantie. Het doel van de stichting is om de kinderen, de zieke kinderen, een onvergetelijke vakantie mee te geven. Sommige kinderen, ja, daar is het helaas de laatste reis voor. Maar mijn uitgangspunt is een glimlach op de zieke kinderen te toveren. Om zoveel zieke kinderen te vervoeren is geen eenvoudige klus. Gelukkig zijn er veel helpende handen. Er komen dus 60 medisch geschoolde vrijwilligers. En er komen 5 doktoren en 5 verpleegsters mee. Iedere dokter heeft een mobiel ziekenhuis bij zich. En het AMC staat standby. What are you looking forward to most? We're expecting to do to have a adventure. We are now going to Zantenschans and many other things. Je moet zich voorstellen, in Israël, er is of dreiging van een oorlog of er zijn aanslagen. Ze hebben de zorgen van hun ziekte. En even helemaal uit dat sfeertje. En dan komen ze in Holland, waar de bloemen zijn en waar het groen is. Nou, dat moet je meegemaakt hebben. Die kinderen gaan helemaal uit hun dak. Ja.